Nee. 4 jaar lang zijn boswachter André Donker en ik op pad in Nationaal Park Dwingeldeveld om te kijken naar hoe het gebied verandert. De landbouwgronden en de weg Leek Ralo hebben plaatsgemaakt voor nieuwe natuur. En dat verkennen, dat deden we op de fiets, de tandem, een Segway en op skielers. Okay. En in al die afgelegde kilometers hebben we het landschap zien veranderen tot wat het nu is. Maar het is nu voorbij, het werk is af. Tijd om te oogsten. Zo, wat een uitzicht, hè? Ja, mooi, hè? Welke kant is nou mooier, die kant of die kant? Ja, wat denk je? Ik vind die kant toch wel heel erg mooi. Het is wat lawaai, aan die kant. Ja, je staat net op de grens, zeg maar, van ja, zeg maar, wat de weg is en het achterland en het Dwingeldeveld. Dus wat dat betreft is het net even een plek waar je het verschil erg goed merkt. Heeft u enig idee hoeveel mensen hier komen in de seizoen? Nou, het jaar rond eigenlijk kun je wel zeggen, komen hier zo'n 1,5 miljoen bezoekers. Bezoeken worden hier afgelegd en zijn mensen natuurlijk vanuit de omgeving, maar ook van verder weg. Is het waard geweest eigenlijk? Want het is bijna klaar, hè? Er zijn miljoenen ingestoken. Vind je dat het waard geweest is om dit te doen? Nou, als ik dat zeg, dan klinkt het zo van alsof ik het allemaal weet. Hè. Maar ik hoor van heel veel mensen dat ze er echt van genieten, dat ze er blij mee zijn. De omgeving is er blij mee. Het is een trekker voor recreatietoerisme, voor economische ontwikkeling. Dan denk ik dat het zeker waard is geweest. Dat hoor je tenminste en dan kan ik alleen maar concluderen dat het zo is. En in de afgelopen jaren hebben we veel gasten gesproken. Lekker. Nou, kopje koffie, kopje thee. Ja, lekker. Ja, lekker. Heerlijk. Doe maar. Op de grote stille heide dwaalt de herder eenzaam rond. Met zijn wit gewolde kudde, die bewaakt wordt door zijn hond. Oh, mooi. Prachtig, hè? Ja, het is altijd een heel bijzonder plekje. En zeker nu die schapen hier lopen met een beetje tegenlicht erbij. Ik heb ook geschreven. Ja? Und Schlittschuh gelaufen. Und dann bin ich ein paar Mal gefallen, bei solchen Gelegenheiten. Ich auch. Het is toch wel apart hoor, dan loop je hier in het Dwingeldeveld, eigenlijk midden in het afgegraven deel, wat nu weer nieuwe natuur moet worden, zie je allemaal paaltjes staan. Dan denk je, ja, waarom staan die dingen er eigenlijk? Nou, er is één persoon die daar antwoord op kan geven, dat is Jaap van Roon, de projectleider van het hele spul, hè? Ja, dat klopt. Van het Dwingeldeveld. Klopt. Waarom staan die nou van die paaltjes? Nou, dit is een onderdeel wat we in het kader van de LIFE hebben ingericht. LIFE is een project, hè, met subsidie van Europa enzovoort. LIFE is een Europese subsidie, dat klopt. En hier hebben wij een praktijkproef gemaakt. En binnen die praktijkproef proberen we echt op praktijkschaal te kijken of er verschillen zijn in de ontwikkeling van de heide. Heide, ja. Van de heide. Ja, we willen graag weten wat nou het beste is natuurlijk. Hè? Ja. Welk veldje is nou het beste? Wat is nou de beste manier om die heide weer terug te brengen? Na de 4 jaar dat we dit hebben gevolgd, blijkt dat het aanbrengen van plagsel de meeste resultaten geeft. Plagsel, dus wat je ergens anders vandaan haalt van de heide, dat gooi je hier en strooi je hier weer neer. Precies. Mens blijft nieuwsgierig, hè? Dat blijft. Je kunt ook naar de natuur de gang laten gaan. Dat kan, ook. Maar soms kan je een beetje helpen om een beter resultaat te krijgen. En dat is de bedoeling. En dat is de bedoeling. Meer dan 1 miljoen bezoekers per jaar. Hoe krijg je nou dat aantal nog veel hoger dan? Nou ja, weet u, ik denk dat het van belang is dat je zegt van wat kan het gebied ook hebben. Als je het hebt 1,5 miljoen, dat zou best wel meer kunnen zijn. Maar het gaat vooral om dat we met elkaar ook die dingen eromheen goed organiseren. Dus bijvoorbeeld vakantieparken, als het gaat bijvoorbeeld ook om hotels, maar ook horecavoorzieningen. Dus daar wordt nu ook erg op ingezet. Maar ik zei net al, beleven en benutten. Het moet niet alleen gaan dat we nou zeggen van nou, dit is het park en daar moet u het mee doen. Maar vooral ook van, ja, kunnen we er ook nog wat met elkaar aan verdienen. Dat is helemaal niet verkeerd om dat ook eens te zeggen. Economie is ook van belang. Mensen moeten werk hebben in onze mooie provincie. Mensen moeten toekomst hebben, perspectief hebben. Dus ja, als het nou 2 miljoen zou kunnen worden en het levert ook nog een mooi vakantiepark op of nog extra inkomsten voor Drenthe, dan is dat alleen maar helemaal goed. Ook zo'n momentje, hè? Uit die bossige omgeving in één keer dat weidse Dwingeldeveld voor je. Ja. Maar André? Ja, Andries. Het project is afgelopen. Ja. Maar voor jou zit het er ook op, hè?
Voor mij is het ook afgelopen, ja. Dwingendeveld, Drents, Friese Wold, Zuid-Drenthe. Dus we zien jou hier niet meer? Nou ja, als toerist, hè, zou ik zeggen. Want wat gaat je doen? Ik ga nieuwe eilanden maken in het Markermeer. Zeg maar boven boven Eiburg, onder de dijk Lelystad en Enkhuizen. Gaan we 300 hectare eilandnatuur maken. En daar ben ik boswachter geworden. Nou ja, dan zit er niks anders op dan hier afscheid te nemen. Ja. En je te bedanken voor het gidsen door het hele gebied heen. Ja. We hebben echt alle hoeken en gaten gezien van het Dwingeldeveld. Nou, dat dacht ik ook, ja. In een paar jaar. Het is prachtig geworden. Ja, met segways en opskielers en tandem en gewoon fiets, wandelen, paard en wagen geloof ik ook nog ergens. Vanuit de lucht. Nou ja, en wie weet, tot de volgende keer dan. Ja, maar dan als toerist. Is goed. Ja? Oké, okay. Tot kijken. Dankjewel, hè. En bedankt. Oh ja, André. Weer komen, hè. Dat doe ik. Weer komen. En met recht kun je zeggen, Dwingeldeveld, terug naar de natuur. Het is nu aan de natuur zelf om er wat van te maken.